Het is Bennen dus menens. Hij wil nu ook in Europa zijn stempel drukken en dat door de Europese nationalisten en populisten te verenigen en te begeleiden. Vraag is maar wat die partijen daar zelf van vinden. Dat is niet nodig. Die vereniging bestaat. Dat is de Movement of the Europe of Nations and Freedom, waar ik toevallig voorzitter van ben. De groep waar Gerolf Annemans voorzitter van is, verenigt onder andere het Franse Rassemblement National, de Italiaanse Lega en het Oostenrijkse FPÖ. Dat is een fine-tuned mechanisme. En er zitten andere partijen die nog in andere fracties zitten op dit moment in ons concept. Het is erg belangrijk dat in 2019 al die mensen elkaar zoveel mogelijk vinden. En het is in het kader daarvan dat we de organisatie op poten zetten. Dus jullie werken zelf ook aan dat hele grote, eengemaakte rechtse blok? Wat we zelf doen, doen we beter. Monsieur Annemans is évidemment quelqu'un d'important, maar ik denk dat in deze groep er andere décideurs extrêmement importants in Italië, in Frankrijk, in Allemagne, in Autriche en andere, met die meneer Bannon entretient en moi-même voor certains déjà des liens. Hij heeft nu toevallig, omdat hij advocaat is van Farage, op een lunch Bannon ontmoet en doet zich nu voor als de vertegenwoordiger van de rechterzijde in Europa. Dat is echt zo'n bedriegerij dat ik er een beetje sterk op reageer. Want er is niks minder waardevol politiek gesproken dan de partij of de figuur van Modric Amen, die trouwens altijd ons altijd veel te radicaal heeft bevonden en nu komt zeggen ik ben jullie vertegenwoordiger. Dat is een beetje al te gek. Maar Steve Bannon is wel nog altijd welkom als adviseur. Ik zeg hier en duidelijk on the record dat hij een extern adviseur zal zijn. Al die journalisten die me de laatste dagen hebben gebeld, dat hij ons gaat overnemen, dat hij ons gaat organiseren. Zelfs hij met zijn mededeling, dat hij zoals Soros de beweging ook nog gaat financieren, is allemaal tot nader order absoluut niet aan de orde. Integendeel, Bannon zoekt eerder voor zichzelf een financiering. Wij zijn bereid om te praten over het betalen van zijn diensten, als die diensten nuttig zijn, maar meer dan dat is het op dit ogenblik niet.